Hallo iedereen en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Dit is een nieuwe F1 2015 carrière mode met Sebastian Vettel. We zijn hier voor ronde 16 in USA. De grote prijs van Amerika op het circuit de Americas. En jongens, dit is een cruciale ronde, want in deze ronde kan het kampioenschap al beslist worden. Het einde van de vorige aflevering had ik al gezegd wat er zou moeten gebeuren. Maar dat klopte niet helemaal. Wat wij moeten doen, is ervoor zorgen dat we gewoon voor Hamilton belanden. Want Hamilton moet 5 punten op ons pakken deze race. Als hij nog kans wil hebben op het kampioenschap. Dus dat is waar we moeten. Als we voor Hamilton belanden, is het kampioenschap binnen. That's it. Dus ik ga naar buiten rijden voor deze kwalificatie. En dan zie ik jullie als ik mijn eerste rondetijd op het bord heb staan. En we zetten een 39-1. Dat is een seconde sneller dan wat Valtteri Bottas doet. Nog één rondje. En kijken of we die ook kunnen verbeteren. En we komen de lijn in een 38-9. Onze rondetijd 2/10 verbeterd. Maar we zijn 1,2 seconden sneller dan bijvoorbeeld Valtteri Bottas. Dus ik ga terug naar de garage. En ik ga even kijken hoe we ervoor staan. En daar ga ik bepalen, aan de hand van hoe we ervoor staan, of we nog een keer naar buiten gaan voor een nieuw setje banden. Dus ik zie jullie zo. Nou jongens, dit is hoe we ervoor staan. En jongens, we zijn 15e sneller dan ons teamgenoot Räikkönen, die op 2 staat. Hamilton op 6. Ons concurrent in het kampioenschap, Lewis Hamilton. We moeten voor hem belanden. Dan is het kampioenschap binnen. En ja jongens, het ziet er super goed uit. Hamilton op P6. Hij lijkt niet de pace te hebben. Wij wel. En ik denk niet dat we niet naar buiten. Dus ik zie jullie bij het klassificatiebord. En als er nog wat verrassingen komen, dan zal ik dat ook nog even in de video laten. Maar voor nu, tot bij het klassificatiebord. Oké. Nou, Hamilton naar P3 inmiddels. Gaan we nog eventjes naar Max Verstappen kijken, die zich zojuist verbetert. P9. Oké, nou dan was het zo wel voor de kwalificatie. Hamilton nog wat bezig. Het wordt P9 voor Verstappen, P3 voor Hamilton. En weer, jongens. Dan gaan we eventjes terugdenken naar Spa-Francorchamps. Terwijl Perez een 5 positie time penalty heeft. Oké, die zag ik niet aankomen. Maar is in België in ronde 11 hadden we ook een 1-2'tje. Kunnen wij, want de Mercedes show niet heel veel pace. Kunnen wij weer een 1-2'tje hebben in de race van Ferrari. Het zou super awesome zijn als dat zou lukken. Maar het moment van de waarheid, de race. We kunnen dus al het kampioenschap binnenhalen. Maar niet echt dat we zeggen van, oh, het kan nooit meer misgaan. Maar ook echt op papier, als jullie weten wat ik daarmee bedoel. Dat het... Are you serious? Dit ga je toch niet geloven? Het regent. Heavy rain? Oh mijn god. Doe even normaal. Why? Jullie weten, ja, vorige ronde in Rusland, de saaiste aflevering ooit, wonnen we. Maar was het heel erg saai. Nu hebben we weer regen. Ik kan het gewoon niet geloven. In ieder geval 5 rode lichten. 14 rondjes. Ook 14 rondjes weten we of we wereldkampioen zijn in F1 2015. Over 14 rondjes. In bocht nummer 1. We houden de leiding. Räikkönen blijft op 2. Veel geduw. Nog geen gele vlag. Maar de heavy rain is real. We komen hier door een snel gedeelte. Normaal is het droog. Ga je hier super snel doorheen. Alleen omdat het nat is, ga je hier een stuk minder snel. Natuurlijk zetten we een paarse eerste sector tijd neer. Dat doe je altijd in de eerste ronde als je eerste ligt.
Ja, we wisten al dat we op het droge hele goede pace hadden. Maar op het natte weten we dan nog niet goed. Want kijk eens, Raikkonen achter me. Kunnen we wel loskomen van de jongen achter me? We hebben een niet zo hele goede exit. We zetten hem in zijn ridge. Maar we hebben goede straight line speed in deze Ferrari op dit circuit. Oh, Hamilton gaat voor een move op Raikkonen. Oké. En Hamilton en Raikkonen. Hamilton heeft hem. Lewis Hamilton heeft Kimi Raikkonen te pakken voor P2 in deze race. Dat is cruciaal. Nou, die jongens gaan nog wel even battelen. Terwijl het niet makkelijk is in deze regencondities. Dus ik zie jullie zo als er nog wat actie gebeurt. We zetten de snelste raceronde neer. 1.54.5 en Raikkonen is zojuist Hamilton weer voorbij. De Ferraris hebben hopelijk goede pace te pakken. Oh, die curb. Die liet me bijna spinnen. Oké. Nog snelste raceronde. Het gat is inmiddels 1,2 seconden naar Kimi Raikkonen. Hamilton op 3. Rosberg op 4. En daarachter de 2 Williamson. Maar als het zo gewoon blijft. Als we gewoon zo heel de race doorgaan. Net zoals dat we in Rusland deden. Hebben we het kampioenschap binnen. Maar niet te vroeg juichen. Want we hebben vaak genoeg gezien in de real life sportwereld. Wel kijk. Het is zo nat. Er is zo weinig grip. We gaan hier bijna de mist in. We moeten rustig blijven. Gat nog steeds 1,2. Oké. Aha, Rosberg. 42,5. Zojuist 3/10 sneller als wat ik deed. Rosberg is de snelste op de baan op het moment. Dat is interessant. Oké, dus het is zeker niet zo'n saaie aflevering als de vorige in Rusland. Maar het regent weer. We liggen weer aan kop. Alleen dit keer is onze pace niet zo goed als dat het in Rusland was. Terwijl we een paar series eerste sectortijd neerzetten. En het gat 1,3 is naar Raikkonen. We kunnen dus niet zomaar eventjes weglopen. Maar we zijn prima. Uitstekend zelfs op weg. Naar het kampioenschap. Die we al na deze race. Ik zeg het heel vaak. Ik val altijd in herhaling. Die we na deze race kunnen binnenhalen. Maar ook definitief hebben dan. Ah, wij zitten weer de snelste race ronde neer. 1.52.1. Ook een paarse derde sector tijd. Nice. Oké, paarse eerste sector tijd. I will take that. 52-0, weer 2/10 eraf. Weer snelste raceronde. Gat 2,6 naar Kimi Raikkonen. Hamilton blijft er vlak achter. Maar wij zijn sneller dan de concurrentie. Alweer voor de zoveelste tijd dit seizoen. Gaat het kampioenschap langzamerhand binnenkomen. We moeten toch recht aan gaan denken. Dat het kampioenschap in deze saaie... Het is gewoon weer een saaie race. Maar ik kan er niks aan doen. Ik heb er niet voor bepaald dat het gaat regenen. Liever heb ik natuurlijk een droge weer race. Veel meer actie altijd. Kijk maar naar Japan. Twee afleveringen geleden. In aflevering 14 was dat. Zoveel actie. Twee regenracen. En ineens een stuk minder actie. Dus regenraces. Ik hou er niet van. Maar helaas zijn ze er wel.
En worden ze niet afgelast als ze er zijn. We zitten hier in rondje 7. En ik heb niet veel te zeggen. Ik probeer er maar zo'n beetje doorheen te kletsen. Zoveel mogelijk erin te laten. Maar ik zie dat Rosberg wel druk zet op Raikkonen. Oh, dat is het dus. Oké, ik dacht al. Ik zat zo'n beetje eraan te kijken. Ik zat een beetje te haperen met dat praten. Maar Raikkonen Hamilton aan het knokken. Raikkonen zat net achter Hamilton. Oké, Raikkonen probeert dus met moeite Hamilton van zich af te houden. Ik hoop het wel. Want een 1-2'tje van Ferrari is natuurlijk wel leuk. Want Raikkonen blijft natuurlijk wel mijn teamgenoot. Dus ik hoop dat we ook het constructeurskampioenschap trouwens binnenhalen. Als het drivers binnen is, gaan we ons bezighouden met het constructeurs. Dat is eigenlijk maar een kampioenschap voor teams. Dus dat gaan we na de race bespreken. 2,7 is het gat. Weer een tiende vergroot. Dus ik zie jullie weer als ik weer wat te melden heb. Oh, en de banden beginnen er ook een beetje aan te gaan. Dus daar moeten we ook eventjes nog op letten. Oké, jongens, daar ben ik weer. We zitten nu in rondje 11 van de race. Maar wat ik even te melden heb. Er werd aangegeven dat we geen pitstops gaan maken deze race. Maar als ik even naar de banden kijk. Zijn ze geel. Ja, de banden beginnen redelijk erg te gaan slijten. Ze zijn in optimal temperature. Dus precies in de goede temperatuur. Het probleem is alleen dat de banden slijten. Misschien gaat dat onder invloed dat onze pace dadelijk een stuk minder wordt. Het is op dit moment niet, want we zijn 3/10 sneller dan ons vorige rondje. En het gat is 4,7 seconden naar Hamilton inmiddels. Die Raikkonen voorbij zou gaan. Dat vind ik jammer. En ik hoop dat Raikkonen weer terug kan pakken. En dat laat ik sowieso zien als dat weer gebeurt. Maar de banden beginnen dus er wat aan te gaan. Met nog 4 rondjes te gaan. Hoop ik niet dat mijn snelheid zo verschrikkelijk afneemt. Dat ze het gat nog kunnen dichten. Want het gat is kleine 5 seconden. Met nu nog 4 rondjes te gaan. Hoop ik niet dat het nog helemaal misgaat. En wat is het gat? 4,1. Ja, kijk eens. 16e in 1 sector. Gewonnen door Lewis. En het gat is meteen 1 seconde naar Raikkonen. Dus Hamilton gaat voor Raikkonen belanden. Maar alsnog, het kampioenschap is binnen. Ook al blijft het zo. Ook al heeft Hamilton Raikkonen ingehaald. Het kampioenschap is voor ons. Hamilton moet 5 punten op mijn pakken deze race. Als hij kampioen wilt worden. Dus we zitten helemaal goed. 4,2. Oké, ik zie jullie weer als er... Ik hou jullie op de hoogte van het gat, zal ik het zo zeggen. Dus tot zo. 3,7 het gat naar Lewis Hamilton. Hij begint het te dichten. Onze pace neemt af, omdat onze banden eraan gaan. Dus ik moet weer gaan pushen. Ik moet er weer eventjes goed gaan voor gaan zitten. En ik hou jullie op de hoogte van het gat. Uiteraard. In 4 seconden. We waren weer iets sneller in de tweede sector dan Hamilton. Terwijl het gat tussen Hamilton en Raikkonen opgelopen is naar 2,4 seconden. Daar moet ik ook eventjes op gaan letten. Ho, ho! Holy shit! Oké, daar wil ik even een herhaling van. Wat de heck gebeurde daar? Ik verloor de achterkant. Compleet. We zijn hier aan boord. Een beetje glibberen. Oh. Nee, dat beeld moeten we niet hebben, Jarlo. Van de manners. Hier zijn we aan boord. Een beetje glibberen. Zo, zo. Op de curbs. Tegensturen en meteen kwijt. Daar is Hamilton. Oké. Jongens, ik begin een beetje zenuwachtig te raken nu. Oké. Ja, kijk, onze band is, jongens. Nog 2 rondjes te gaan in deze race. En onze banden zijn absoluut kapot. 2 seconden is nog maar het gat. Oké. Geen idee of ik een epic music ga in editen. Weet je, ik doe het gewoon voor de lol.
Bam! Epic music on. Voor deze laatste twee rondjes. En het kampioenschap gaat het beslist worden. Onze banden zijn doodhaast. Oh, die grip neemt zo af. We moeten zo rustig door deze S-section. Gat, 1,5 seconden. Holy shit. En jongens, dit is echt niet om de spanning terug te brengen. Onze banden, zien jullie het hier zelf, zijn absoluut versleten. Daarom is er weinig grip. En verlies ik veel tijd. Ik probeer zo hard mogelijk te pushen als ik kan. Goede exit pakken. Maar hier gaan we al buiten de baan. Ik zet hem in zijn ridge. We hebben als het goed is brandstof. Ja, dat hebben we. Maar kijk daar Hamilton al rijden. Dat gat was uiteraard groter dan wat het eerst was. Oké. Okay. Hij heeft 1,5 seconde. Oké, het begint weer een beetje spannend te worden. Na een hele saaie race is het weer het einde van de race. Zoals het ook in Japan was. Het einde van de race gaat het spannend worden. Dit is waar de banden het zwaar hebben voor mij. Kijk, ze is gaan. Ze waren eerst geel, ze beginnen oranje te worden. Gat, 1,5. Niet vergroot, niet verkleind. Precies dezelfde rondetijd als Lewis deze ronde. Maar de laatste raceronde loopt. Oh, zo weinig grip. We moeten de auto niet verliezen. Als we dat doen, dan zijn we gezien. Laatste raceronde. En we gaan het kampioenschap binnenhalen als er niks geks gebeurt. Na een lang seizoen hopen. We winnen 2/10 in de eerste sector op Hamilton. Zijn banden zullen ook eraan gaan. Oh. Oh man. Maar hier komen we. Dit zou de laatste kans zijn. Het laatste rechtstuk. Hamilton komt zo verschrikkelijk dichtbij. Daar is Lewis al. Hamilton, mijn concurrent. Dit is zijn laatste kans. Ik zorg dat hij niet in mijn slipstream komt. Komt hij ook niet. En wij gaan de grote prijs. Terwijl we nog optimal view hebben, dan moeten we ook nog even op letten. Maar Hamilton is gewoon helemaal aangesloten. Hamilton zit recht achter ons. 4/10 is het gat. Raikkonen is compleet gezien in deze race. Slechte exit. Daar is Hamilton. Oh, ik haat deze derde sector. Zoveel bochten, zo weinig grip. Niet de achterkant verliezen, Jarno. Kom op, nu niet. Nee hoor, laatste bocht. Nu is er nog één bocht. Er is niks wat ons tegenhoudt om dit kampioenschap niet te winnen. Laatste bocht. Checkered flag. Wij winnen het kampioenschap. Wat? Ja? Huh? We ran out of fuel. We hebben niet gewonnen. Dit meen je niet. We hebben niet gewonnen. Maar als het goed is, hebben we dan ook niet het kampioenschap. Wauw. Dit ga je echt niet menen. Dit is een van de grootste falen die ik ooit in mijn hele leven heb gemaakt. Ik heb te vroeg gejuicht. Het is me overkomen, want hij zou 5 punten over mij moeten pakken. Nee, het is niet gelukt. We zijn nog niet kampioen. Het is een 2-3'tje voor Ferrari. Maar wij hebben niet het kampioenschap, ofwel. We gaan nu even kijken. Nee, we hebben nog niet het kampioenschap. Hamilton heeft 72 punten achter ons. En er zijn nog 75 punten te verdelen in het kampioenschap. Ja, nog 75 punten zijn er toch te verkrijgen. Ja, Hamilton heeft nog een super kleine kans op het kampioenschap. Maar het is dus nog niet definitief. Dat is natuurlijk jammer. Helaas hebben we niet het kampioenschap gewonnen. Dat vind ik super jammer. Maar het is helemaal niet anders. En dit was het dan voor deze video. Hopelijk vonden jullie hem leuk. Druk op het blauw duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer voor meer F1 content. Want F1 2016 komt. Moet ik even denken.
F in 2016 komt 19 augustus uit. Dus dat is over een dikke maand. En daar kijk ik naar uit. Het zal, denk ik, een van de leukste games worden die ik ooit in mijn leven heb gespeeld. Bedankt voor het kijken. Ik ga niet meer babbelen en ik zie jullie bij de volgende video. Doei doei!